bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een super informatieve video voor jullie. Want ik ga jullie vandaag vertellen hoe je je make-up 24 uur lang goed kunt laten zitten. Dit is de routine die ik doe elke keer als ik weet van oké, ik ga me nou opmaken. Maar de make-up moet het echt volhouden tot het einde van de dag. En deze routine heb ik echt al zo vaak gedaan. En mijn make-up blijft ook echt goed zitten. Een stuk beter dan hoe ik het normaal doe. Het zijn ook echt een aantal extra stappen die ik moet doen. Dus dit is niet een routine die ik echt elke keer doe. Dit doe ik echt alleen als ik weet dat mijn make-up er ongeveer zeker wel 12 uur lang op moet blijven zitten. Dat zijn echte dagen dat ik mij opmaak om 9 uur in de ochtend en het echt goed moet blijven tot 12 uur 's nachts en zo. Ik ben een persoon, ik ga me niet 2 keer per dag opmaken. Dat is gewoon niet wie ik ben. Dat is gewoon niet wat ik doe. Ik weet dat heel veel meiden dat wel doen. Die maken zich op in de ochtend en dan als ze iets gaan doen later op de dag, dan maken ze zich opnieuw op. Ain't nobody got time for that. Dat ga ik gewoon niet doen. Ik wil mij 1 keer per dag opmaken. Het enige wat ik af en toe dan doe is dat ik mijn make-up een beetje bijwerk, maar meer niet. Maar deze routine, mensen, hou op met dat 2 keer per dag opmaken. Deze routine gaat echt goed werken voor jullie. Wel moet ik zeggen, ik heb een normale tot droge huid. Mensen met een vettige huid zullen de routine een beetje moeten aanpassen op hun huid. Want jullie moeten veel meer matte producten en dat soort dingen gebruiken, wat ik dus niet doe. Dus let daar wel een klein beetje op. Maar als je de routine van vandaag volgt, het beste is ook nog als je alle producten gebruikt die ik gebruik, dan blijft het zeker een lange dag goed zitten. Dus ben je benieuwd naar deze video? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen. Nou, zoals je al kunt zien heb ik mijn ogen al gedaan. Want vandaag gaat de look niet over mijn ogen. Deze ooglook komt op mijn Instagram. Als het goed is staat hij er al op als deze video online komt. Dus als je wilt weten wat ik hiervoor heb gebruikt, ga eventjes daarheen. We gaan ons vandaag dus echt richten op de gezichtsmake-up. Want dat is altijd het probleem. Dat is altijd wat vervaagd. Mijn oogmake-up vervaagt eigenlijk nooit. Ik heb geen make-up op mijn gezicht, maar ik heb al wel mijn dagcreme en zo aangebracht. Ik gebruik deze Clay & Glow Moisturizer als dagcreme. En ik mix hem altijd met zonnebrandcreme. Deze is van Carme Majou of zoiets. Ik weet niet eens hoe ik het moet uitspreken. Dit is SPF 15. Deze had ik gewoon gekregen in een goodie box. Ik heb niet per se een vaste zonnebrandcreme die ik altijd gebruik. Ik heb er gewoon een aantal die ik gewoon krijg in PR. En dan wanneer er eentje op is, pak ik gewoon random een andere. Dus deze gebruik ik op dit moment. En dan mix ik ze samen en breng ik het aan. Dus vergeet alsjeblieft niet om echt een crème aan te brengen op je gezicht voordat je begint met een make-up. Vooral als je een droge huid hebt. Want als je make-up gaat aanbrengen op een droge huid, gaat het helemaal afbreken. Ook mensen met een vettige huid brengen ook een crème aan. Ik ga beginnen met primer. Alle producten die ik vandaag ga gebruiken zijn gewoon hier te koop in Nederland. De primer is het enige wat niet te koop is. Maar dit is echt de beste primer by far. Hij is echt een stuk beter dan de rest die ik heb. En dat is de Milk Hydro Primer. Deze primer laat echt je make-up super lang zitten. Dit is echt de beste. Hij is alleen te koop bij Sephora. Ik had hem gekocht bij Sephora in Spanje. Je zou hem misschien kunnen bestellen bij de Franse Sephora. Dan hoef je ook geen douane te betalen, want het is gewoon de EU. Maar ja, deze is echt gewoon het beste. En er is gewoon niks wat ook maar in de buurt komt. Een primer die er een beetje op lijkt is de NYX Do Me Up Primer. Deze is ook heel fijn. Laat je make-up ook echt lang zitten. Dus ja, deze zou ik dan adviseren als je deze niet kunt halen. Maar deze is wel echt de beste. Deze primer breng ik dan zo aan over mijn hele gezicht. Het is een hele aparte primer. Hij is ook super plakkerig. Er is echt geen enkele primer die ik heb die zo plakkerig is. En hij laat mijn make-up daarom zo goed plakken aan mijn gezicht. Dat is echt amazing. Kijk even dit. Zie je hoe mijn gezicht nou plakt? Dan ga ik ook nog in met mijn Elf Body Primer voor de poriën. Die breng ik altijd zo'n klein beetje hier aan. Want dan wordt het hier extra smooth. Deze is hier wel gewoon te koop bij Douglas. En dan uitsmeren zo. En dan indrukken. Vooral heel belangrijk dat je het indrukt en niet heel de hele tijd smeert. Want het moet echt erin worden gedrukt. En dan met wat ik nog een klein beetje op mijn vingers heb, breng ik het ook altijd een beetje hier aan bij mijn kin. Om het daar een beetje extra smooth te maken. Mijn kin is ook echt een probleemgebied op mijn gezicht. Die is ook altijd super rood en zo. Dus daar breng ik ook een beetje aan. Oké, dan foundation. Qua foundation adviseer ik altijd een matte foundation. Want matte blijft altijd veel langer zitten dan glanzend. En ik gebruik ook altijd eentje met een volledige dekking. Foundations met een lichte dekking vervagen ook sneller. Dus mat en een volledige dekking. Een foundation die ik echt bijna altijd gebruik op zulke dagen is de Maybelline 24 Hour Foundation. Ik heb hem in de kleur 34 Soft Bronze. Deze foundation blijft letterlijk 24 uur zitten. Deze claim klopt echt. Hij is ook betaalbaar. Deze
is ook overhyped. Ik denk dat iedereen onderhand deze foundation wel kent. Deze is echt amazing. Ik breng je aan met een spons. Dit is de NYX Cosmetic Spons. En ik gebruik 1,5 pomp. Ik gebruik eentje voor de hele onderkant zo van mijn gezicht. En dan straks pak ik nog 1,5 pomp voor mijn voorhoofd. Want ik heb een groot voorhoofd, dus die verdient altijd 1,5 pomp extra. By the way, deze oorbel is van de Primark. Die heb ik net nieuw, dus als het goed is, is hij er nog. Was slechts 2 euro, super goedkoop. En ik vind hem echt heel erg leuk. Ik vind wel dat hij hier een beetje strak zit. Hij gaat zo hier dicht met een klepje. Maar dat klepje zit best wel strak. Oh my god. We gaan verder. Een trucje die ik altijd doe, die er echt voor zorgt dat je make-up nog langer blijft zitten. En dat is creamproducten aanbrengen nog onder de poederproducten. Poederproducten hebben de neiging om een beetje te vervagen, want het is gewoon poeder. Dat kan er gewoon een beetje van afgaan. Maar als er een creamproduct nog onder zit, zorgt die ervoor dat de poeder extra goed vasthoudt. En als de poeder een klein beetje vervaagt, dan zie je nog het creamproduct eronder. En dan zie je dus gewoon nog de kleur op je gezicht, ondanks dat de poeder er misschien een beetje af is. Dus creamproducten onder poederproducten aanbrengen. Maakt echt heel erg veel verschil in hoe lang je make-up goed blijft zitten. Dus wat ik ook doe is dat ik ook cream contour aanbreng of cream bronzer. Het is een beetje de same. En ook een cream blush. Want vooral blush vervaagt snel. En als dan een cream onder zit, blijven de kleuren nog gewoon extra lang goed zien. Ik ga beginnen met cream contour. Ik gebruik hiervoor mijn Huda Beauty Tentour in de kleur medium. Dit is echt een super super fijne cream contour. Ik gebruik ook best wel een donkere kleur, want dat vind ik altijd gewoon mooi. Ik breng geen cream contour aan op mijn neus, want dat kan ik niet. Altijd als ik cream contour aanbreng op mijn neus, wordt het echt gewoon een klein modderig gedoetje op mijn neus. En de contour blend ik uit met de schone kant van mijn spons. Qua concealer is het een klein beetje hetzelfde verhaal als met de foundation. Gebruik een matte concealer en ook eentje met een volledige dekking. Want die blijven gewoon altijd het beste zitten. Ik heb hier de concealer van Morphe. Deze heeft zowel een volledige dekking en droogt super mat op. Ik heb de kleur C2.15. Deze is super fijn en is ook betaalbaar. Dus dat is fijn, dan hoef je ook niet veel te betalen. En dan blend ik het weer uit met mijn spons, maar nu gebruik ik de foundation kant. Ik gebruik echt de foundation kant, ik ga niet de contour kant gebruiken, want dan maak je het hier helemaal bruin. En dan ga ik nu de cream blush aanbrengen. Breng de cream blush aan voordat je je gezicht gaat afpoederen. Alles wat cream is moet je altijd aanbrengen voordat je poedert. Want als je eerst poeder aanbrengt en dan pas cream, dan gaat het niet meer goed blenden. De poeder gaat het dan vasthouden en dan wordt alles best wel vlekkerig. Dus breng altijd eerst alle cream producten aan voordat je alles afpoedert. Ik gebruik deze cream blush van Make Up Studio. Dit is echt de beste cream blush ever. Heb ik echt al 100 keer verteld. Ik heb hem in de kleur Coral Passion. En het is echt een prachtige kleur en echt de beste cream blush die ik heb. Ik heb ook van hun een kortingscode, staat beneden in de beschrijving. Dat is altijd geldig mocht je iets willen bestellen bij hun. En dan pak ik gewoon een beetje van die blush, niet te veel, want deze kleur is best wel heftig. En dan breng ik het gewoon een beetje zo hier aan op mijn wangen. Ik vind het altijd fijn om zo'n kwast te gebruiken voor cream blushes, want die pakt niet te veel op en het blendt het ook echt geweldig uit. Van cream blush mag je best wel iets meer aanbrengen dan dat je normaal zou doen. Omdat je ook nog straks met poeder hier overheen gaat. Als je je hele gezicht gaat afpoederen. En dan wordt de kleur iets minder. Dus als je iets meer aanbrengt, dan is het nog goed te zien straks. Als je zou willen, kun je nou ook een cream highlighter aanbrengen of een liquid highlighter. Ik doe dat niet, want ik ben geen fan van liquid en cream highlighters. Ik vind ze echt vreselijk. Ze werken nooit goed mee voor mij, dus ik sla altijd die stap over. Maar dat is ook nog iets wat je kunt doen voor een extra glow. Nou ga ik poederen. Ik gebruik mijn Coty Airspun losse poeder. Dit is echt de beste poeder als je wil dat je make-up lang blijft zitten. Let wel op, hij heeft een beetje flashback. Dus als je weet, ik ga veel foto's maken die dag of whatever, gebruik dan deze poeder niet. Maar de meeste van ons gaan niet de hele dag, elke dag op de foto. Dus dan is hij gewoon prima. Deze is ook echt heel erg mat en ik vind hem echt super fijn. En dan ga ik hiermee een beetje baken op alle plekken waar ik de concealer heb aangebracht. En dan met het beetje poeder wat nog hierop zit, ga ik ook over de rest van mijn gezicht. Mensen met een vettige huid, breng gewoon lekker veel poeder aan over je hele gezicht. Mensen met een droge huid, breng iets minder poeder aan. En omdat ik dus een droge huid heb, haal ik ook de poeder er gelijk van af. Als je een vettige huid hebt, laat het dan even een paar minuutjes zitten. Zodat het echt goed intrekt in je huid en alles goed mat blijft de hele dag door.
Kijk, de blushkleur is nou ook iets minder heftig geworden, omdat ik dus nou al die poeder heb aangebracht. Dat is dus wat ik bedoelde net met breng iets meer aan. En dan straks, als de poeder blush een beetje vervaagt, zit nog heel deze mooie roze kleur eronder. En dan is het gewoon nog alsof je blush op hebt. Ik ga mijn gezicht ook nog poeder contouren met dit paletje van Revolution. En ik gebruik altijd de donkerbruine matte kleur hier. En met de poeder contour ga ik mijn neus contouren. Altijd als ik geen cream contour heb gebruikt, dan breng ik het ook een klein beetje aan op mijn wangen. Maar daar zit nou al die cream contour, dus dat hoeft niet per se. Dan nog een hele extra stap die echt extra is. Die hoeft echt niet per se, maar dat doe ik wel altijd. Ik breng ook altijd nog een pressed poeder aan. Zo hier onder mijn ogen. Ik gebruik deze Hello Happy Foundation Poeder van Benefit in de kleur 2. Dit is een foundation poeder. Een foundation poeder heeft meer pigment dan een normale pressed poeder. Dus ik vind het altijd fijn om een foundation poeder te gebruiken. En die breng ik dan nog een hier klein beetje extra aan om het hier extra te verlichten. Ik gebruik altijd een hele lichte kleur. En het maakt het dan nog extra mat en extra smooth. En dat vind ik fijn. Dus wat ik dan doe is ik pak nog een beetje van deze poeder zo. En dan druk ik er gewoon zo in onder mijn ogen. En een beetje op mijn neus. Want dan lijkt straks mijn neus iets smaller. Maar dit is dus zoals ik al net zei, echt een extra stap. Vooral de mensen met een droge huid slaat dit gewoon over. Want anders wordt je huid echt te droog. Ik kan het gewoon nog net hebben. Want mijn huid is niet super droog. Ik heb echt normaal slash droog. Dan kan ik dit nog wel hebben. Zo, nou hebben we best wel veel product op ons gezicht. Veel poeder en veel make-up en zo. Wat ik dan altijd doe is dat ik inga met mijn Action Fixing Spray. Er is nou een nieuwe. Ik gebruik nog de oude, maar de nieuwe is gewoon even goed. Deze spray ik over mijn hele gezicht om dat poederige effect op mijn gezicht weg te halen. En alles gaat dan mooi in elkaar smelten. Sla deze stap niet over. Dit is echt een cruciale stap. Als jij deze Action Fixing Spray niet hebt, hij is super goedkoop gaan halen. Maar als je hem eventjes niet kunt halen, gebruik dan gewoon een fixing spray die waterig is. Dus geen fixing spray die je make-up per se beter laat zitten, maar gewoon eentje die goed hydrateert en een beetje waterig aanvoelt. MAC Fix Plus is ook zo'n fixing spray. Gebruik die en breng het dan aan over je hele gezicht. En dan de fixing spray helemaal laten inwerken. Ga alsjeblieft niet beginnen aan de rest van je make-up terwijl je gezicht nog nat is. Want je gaat alles eraf halen en het wordt echt een bende. Dus laat het eerst eventjes goed intrekken totdat je gezicht echt weer helemaal droog is. Trouwens, wat vinden we van mijn nieuwe wire? Is deze niet prachtig? Ik heb die gehad van mijn vriendin Jasmin. Super lief, omdat ze weet dat ik deze wires altijd gebruik in mijn video's. Ik heb mijn oogmake-up eventjes snel afgemaakt, dus we kunnen weer verder met het gezicht. Vanaf nu gaat het eigenlijk gewoon zoals ik me altijd opmaak. We hebben nou echt de basis gelegd. De basis is het belangrijkste als je wil dat je make-up lang goed blijft zitten. En vanaf nu moet gewoon alles gaan zoals het gewoon normaal gaat. Ik ga mijn gezicht bronzen met deze Catrice Sun Glow Bronzer. Deze heb ik in de kleur 030 Medium Bronze. Als blush gebruik ik deze UMG Cosmetics Baked Blush in de kleur True Terra. En als highlighter gebruik ik deze Catrice Cosmetics Highlighter. Ik kan alleen niet zien hoe die heet. Limited Edition Glow in Bloom Highlighter in de kleur 01 Jasmine Blossom. Oké, jongens, wat ga ik doen met de lippen? Misschien een beetje donker of zo. We maken er gewoon een complete herfstlook van. Het is nu al eind september, dus we gaan weer richting de herfst. Dus er komen weer een heleboel herfstlooks aan. Zowel hier als op mijn Instagram. Ik denk gewoon dat ik voor een donkerbruine herfstlip ga. Ik ga een lipcombo gebruiken van Juvia's Place. Deze lipstick van hun en dit lippotloodje. Lippotloodje is de Luxe Liner in de kleur Cola. En de lipstick is de kleur Toffee. Dus dit is een mooie bruinige lipstick. Heel mooi. En het lippotloodje is een beetje donkerder bruin. De allerlaatste stap is ook echt weer een van de meest belangrijkste stappen. En dat is een setting spray die er echt voor gaat zorgen dat je make-up goed en lang blijft zitten. Dus niet die Action Fixing Spray die ik in het midden van het proces heb aangebracht. Die is puur om alles gewoon mooi in elkaar te laten smelten. Maar deze spray is echt om alles goed te laten zitten de hele dag. En de beste is gewoon nog steeds de Urban Decay All Nighter Fixing Spray. Ik hoef dit denk ik niet meer te vertellen. Iedereen weet dat nou onderhand wel. Dit is de beste spray om je make-up lang en goed te laten zitten. Die Milk Primer gemixt met deze fixing spray. Die twee zijn echt de key products om je make-up lang en goed te laten zitten. Nou,
Nou mensen, dit was dan de make-up look. Vinden we de make-up look mooi? Ik vind het echt prachtig. Deze look, ik kan jullie 100% garanderen, deze gaat de hele dag goed blijven zitten. Het is nu nog echt vroeg in de ochtend. Het is 10:30 pas. Dus het is nog super vroeg. Dus deze make-up gaat ook echt gewoon de hele dag op blijven zitten. Ik ga jullie denk ik ook nog wel straks een update geven. En dan laat ik jullie zien dat dit ook echt gewoon goed lang blijft zitten. Ik raad jullie echt aan om geen enkele stap over te slaan. Het gaat niet eens per se om de producten die ik heb gebruikt, maar vooral om de technieken die ik heb gedaan. Sla geen enkele stap over. Dus ga niet denken, oh die primer kan ik wel overslaan. Oh die cream product kan ik wel overslaan. Als je iets overslaat, gaat het gewoon echt impact hebben. En dan blijft het gewoon niet zo lang zitten als dat jij zou willen. Qua producten, obvious raad ik jullie ook aan om de producten te gebruiken die ik heb gebruikt. Maar iedereen's huid is ook anders, dus je moet ook een beetje letten op jouw eigen huid. Maar als ik jullie producten moet aanraden die ik wel echt adviseer voor iedereen ondanks de huid, is het sowieso die Milk Primer en de Urban Decay All Nighter Fixing Spray. Deze twee producten zijn echt belangrijk. Ik zou gewoon echt die gebruiken en niet iets anders halen. Ja, en de Milk Primer is helaas niet te koop hier, maar dan zou ik gewoon de NYX Do Me Up Primer gebruiken. En de Action Fixing Spray in het midden van het proces is ook wel belangrijk, maar zoals ik ook al net zei, kun je elke waterige soortachtige fixing spray ook wel gebruiken. Oh, by the way, even iets over deze Action Fixing Spray. Jullie weten natuurlijk hoe geweldig ik deze vind, maar een van jullie heeft mij op iets geattendeerd en dat is alcohol. In deze fixing spray zit alcohol. Alcohol op je gezicht kan ervoor zorgen dat je puisten krijgt en zo. Dus mensen met een gevoelige huid omtrent dat, die acne hebben of snel puisten krijgen en dat soort dingen, dan raad ik er misschien niet aan. Dan moet je eentje gebruiken waar niet alcohol het tweede ingrediënt is, want er zit veel alcohol in. Voor mij maakt het niet uit. Ik heb geen gevoelige huid omtrent dat. Ik heb niet snel puisten. Ik heb geen acne en zo. Dus voor mij is die ideaal. Maar ik wil dit toch even jullie laten weten. En het meisje die mij dat liet weten, dankjewel voor die informatie. Maar goed, dat was dan de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten zoals altijd. Laat me ook weten als jullie nog extra tips en tricks hebben omtrent je make-up lang goed laten zitten. En ja, dat was het dan. Dit waren al mijn tips. Oké, jongens. Het is nou 7:55. Zoals je kunt zien, ik film dit met mijn phone. Dus ik laat even op mijn horloge zien. En dit is nou mijn gezicht. Let niet op de troep achter mij. Ik heb mijn make-up dus echt al de hele dag op. Ik ga het er nu afhalen. Ik heb net gedoucht. Ik moest dus gaan douchen zonder mijn make-up eraf te halen, want ik wilde het nog laten zien aan jullie. En de badkamer bij ons is kapot en ik moet nou ergens anders douchen. Dus ik moest echt nu per se douchen, maar ik ga dus nou mijn make-up eraf halen, want ik heb hoofdpijn en ik wil naar bed. Maar in ieder geval, daar gaat het niet om. Kijk eventjes hoe goed mijn make-up gewoon nog zit. Mijn neus is altijd best wel een probleemgebied en daar zit het ook nog helemaal goed. Hier ben ik langs gegaan met mijn nagel. Dus dat is mijn schuld hier en hier. Maar je kunt vooral hier zo bovenop zien hoe goed alles nog zit. De blush zit ook nog goed. De glow ook. Bij mijn voorhoofd ook allemaal nog goed. Alles zit echt nog goed. Terwijl normaliter, ja, zit dus echt niet meer zo goed. Dat je ook nog gewoon de blush en alles kunt zien is ook echt super knap. Dat heb ik echt te danken aan die cream blush. Ik heb ook niet bijgewerkt. Er is werkelijk waar niks bijgewerkt. Oogmake-up is ook echt prachtig, maar daar gaat het nu niet om. Maar in ieder geval, ik wilde toch even dit laten zien aan jullie, want er is echt al heel veel uur voorbij en alles zit echt nog goed. Ik kan zo nog echt zeker voor 6 uur verder voordat het begint af te breken. Dus ja, het heeft gewoon echt nut. I like it. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!